Yes, superleuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe update video. Allereerst, smash eventjes op het duimpje omhoog. Dat zou natuurlijk heel erg helpen bij de video. Abonneren op dit kanaal kan hier beneden. En je kunt ons supporten in de itemshop. De code te veel gevraagd. Hashtag ad. En dit is de itemshop van vandaag. We zien iets super, super diks. Namelijk de nieuwe skin Victoria Saint. En die zat al een tijdje in de files. En ik zat al te kijken van wanneer komt die erin. Maar eindelijk zit ze erin. Een skin die ik vandaag zeker weten ga kopen. Moet ik nog wel eventjes 4 bucks kopen. Daarbij horen natuurlijk ook de Steakstalker. En ja, we zien nog veel en veel meer skin. De Snugs, de Fishstick, de Jawbreaker, de Raptor, de Zero. In de Daily, de Smooth Move, de Caster, de Focus, de Spelslinger. En zo kan ik nog wel eventjes doorgaan. Je kunt natuurlijk overwegen om onze code in te vullen. Daarmee kun je ons supporten. Wie dat ook heeft gedaan is Julian. Die heeft namelijk die skin gekocht. Thanks a lot, Julian, voor het halen van die skin. Een hele dikke skin, ook dat nog is. Heel erg bedankt. Goed, laten we denk ik gelijk gaan beginnen met het eerste topic. Ik heb vandaag, jammer genoeg, weer niet veel. Laten we direct gaan starten. Ja, ik wil het als eerst eventjes kort gaan hebben over de nieuwe update. Namelijk de V14.30 update. Heel erg veel mensen vragen zich af, wanneer komt die update erin? En ik vraag het me ook af, want we hebben echt content nodig. Het is nog wel echt een tijdje stil in Fortnite. Dus verandering is er zeker weten nodig. Maar goed, wanneer komt die update erin? Het is vandaag, even kijken, dinsdag. Dus dan zou je denken van oké, vandaag moet die update erin komen. Maar op dit moment dat ik de video maak, nog geen bericht. Dus dat zou waarschijnlijk betekenen morgen dat we dan de update gaan krijgen. Hoop ik een klein beetje. Fortnite is nu wel weer terug in de studio. Namelijk, ze hadden vakantie vorige week. Maar sinds maandag zijn ze weer terug in de studio. Dus ja, de kans bestaat zeker weten dat er woensdag een update gaat komen. Maar de kans bestaat natuurlijk ook dat die update niet gaat komen. En dat we nog een week moeten wachten. Dat zal wel extreem zuur zijn. Want qua content is het gewoon extreem lastig, kan ik je vertellen. We kregen trouwens wel een tweetje waarvan iedereen dacht van hey, we krijgen nu een nieuwe update. Maar nee, het bleek deze tweet te zijn. Namelijk, blijkbaar hebben sommige spelers op de PC dat hun settings zijn gereset. En daardoor heb je misschien last van lag. Dus check het eventjes. Als je last van lag hebt, dan moet je eventjes DirectX uitzetten of zo. Of aanpassen. En dan heb je, als het goed is, geen last meer. Maar goed, dat was een kleine bug dus. Maar ja, voor de rest geen tweetje van Fortnite, jammer genoeg. We moeten het jammer genoeg dus hiermee doen. Goed, laten we doorgaan naar het volgende dingetje. En dit is misschien nog wel een interessant dingetje. Namelijk, onder de Authority zit blijkbaar een soort van extra eiland. Jawel, jullie zien het op dit filmpje. Dit is in replay mode gemaakt. En ja, het zit er gewoon onder. Dus gebouwtjes en zo van Rickety Rick, die zitten nu onder de Authority. En we weten niet goed wat dat betekent. Meestal betekent het wel iets, zeg maar. Maar bij deze hebben we eigenlijk geen idee wat het kan gaan betekenen. Krijgen we opeens bijvoorbeeld Rickety Rick bij de Authority? Hey, het zou zomaar kunnen, hè? Maar ze plaatsen het toch niet voor niets daaronder. Ik bedoel, het zal een beetje random zijn als ze dat doen. Dus ik hoop natuurlijk dat er iets mee gaat gebeuren. We komen er trouwens best wel laat achter dat dit er is, want ja, het zit er waarschijnlijk al best wel een tijdje in. Maar ja, sinds kort dus ja, is dit erin gekomen. Best wel interessant. Goed, laten we doorgaan naar nu alweer het allerlaatste dingetje. Ja, en dit gaat eventjes over iets wat PC-spelers niet hebben en wat console-players wel hebben. Ninja die gaat het er eventjes over hebben. Laten we eventjes gaan luisteren naar de clip. My sense is so low. I can't fucking do anything. I got. That was my bad. I should have died him. No, I'm upping my sense again. I'm so sick of like literally not being able to do what I need to do because I can't do it fast enough. We go up again. My build, like, what is, first off, the fact that we don't have building sense, it blows my mind. The fact that controller players have building sensitivity and mouse and keyboards, like, we don't have building sensitivity. I want to punch something. It's so dumb. That's number one. Number two, what is the direct sensitivity for building? Is it targeting or is it X and Y? It's X and Y. So X and Y is... Targeting is only when you're ADS. So targeting is ADS and scope sensitivity is what, sniper? Yep. Then I'm moving my X and Y up to 17 each. We're going kind of crazy, bro. It's so dumb, man. I don't understand. It makes no sense. See, but I don't like that, right? Because what if you don't want high sensitivity when you're hip firing, but you want a little bit of high sensitivity when you're building? Like,
That's why they should add buildings. That's why they should have buildings to them. Well, how weird would it be if they added building sensitivity? What? I don't know why they don't. Control the players! Ja, hij had het natuurlijk, wat je net ook al hoorde, over dat je build sensitivity kunt aanpassen op de console, maar niet op de PC. En ik snap ook niet waarom ze dat doen. Ik bedoel, waarom zouden PC-gebruikers dat niet mogen kunnen doen? Want ik zou best wel sneller willen kunnen editen, maar minder snel wanneer ik één bijvoorbeeld. Dat wil ik anders hebben qua sensitivity. Op de console kun je dat instellen, maar op de PC dus niet. Dus ja, PC-spelers hebben het gewoon zwaarder. Ja, simple as that, het is gezegd. Oké, dat niet. Maar ja, het is wel irritant dat PC-spelers het niet kunnen. En ik snap gewoon niet waarom. Waarom kunnen we het niet aanpassen? Het slaat nergens op. Misschien kost het te veel werk om te implementeren. Dat zou kunnen, maar dan nog. Dan moeten ze eventjes ietsje beter hun best doen. En dan kan het sowieso wel. Want ik denk niet dat het extreem veel extra werk is, eerlijk gezegd. Maar dat bestaat al op de console, dus waarom niet op de PC, hè? I don't know. Dames en heren, dit was het einde van de video. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Smash je natuurlijk eventjes op het duimpje omhoog. Dat zou heel erg gewaardeerd worden. Abonneren op dit kanaal kan natuurlijk hier beneden. En je kunt ons supporten in de itemshop. De code te veel gevraagd. #ad. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Peace out.